Rosa, ja, van Pardorpen ook heb ik al een beetje gedeeltelijk. Over de Christboek. En dus het handboek voor de Christ. Ja, ik heb dat. Dus het zit ook in die foto's. En het verhaal. Met die Christ-methode, systeem van het Christ-spel. Enkel Christ, dubbel Christ. Christ met Trishula, Christ met Koro. Dus die kan eventueel komen erbij. Maar Oh ja, die als kan. het te vol is, wat ik voor volgend jaar. Oh ja, toch. Maar ik heb heel veel verhalen. Dus vorig jaar was in Jogja heb ik bijna 80 pagina's dagboek gemaakt. Verschillende ontmoetingen met van de mensen, broeders van de PRSH in Pabelan Solo. Veel gediscussieerd ook over Pathurpen. Echt waar, luar biasa Pathurpen. Dus hij is de enige van alle Nederlanders, grootmeesters, die echt bekend is. Waar ik maar kom in Solo of in Jogja, als we bij elkaar zijn, beginnen ze altijd over Pathurpen. Dus als er Pathurpen er niet is, dan zou het niet zo zijn bevorderd met de Pancasila. En dus ze vroegen mij, wanneer ga je boek over schrijven voor Pathurpen? Ja, kom wel terecht. Ik ga eerst met papa Rudy onze boekenseries. En daarna is het een aparte verhaal. Papa, ik ben echt verbaasd toen ik daar steeds maar hoorde, Pathurpen, Pathurpen, Pathurpen. Met urenlang discussies in Solo, bij mij thuis, als ook in Pabelan, Sukoharjo, met de jongens van de PRSH. Discussiëren over Pathurpen. Hoe de geschiedenis vanaf begin Pathurpen in Nederland was, tot zijn overlijden. We hebben lang gediscussieerd. En de mensen erkennen dat de Stiati zonder Pathurpen, dat het niet zo omhoog gaat. Dat het niet bevorderd is. Dus Pathurpen heeft een belangrijk aandeel binnen het Nederlandse Pancasilaat cultuur. En toen ik dat hoorde, ja, als een leerling van Pathurpen ben ik natuurlijk trots, bangga. Don Keysing wordt niet genoemd, Pijverkoren wordt niet genoemd, andere grootmeester wordt niet genoemd. Alleen maar Turpen, Turpen, Turpen. Omdat hij staat bekend, ja, als een vechter. Weer hij crimineel of geen crimineel, maar hij is een vechter. En dat weten ze in Ja, Indonesië. ik weet zelf niet hoe, want ik ken Turpijn Ja, heel ja. goed, maar ik heb hem nooit zien, echt zien vechten. Ja, ik heb vaak Weet gezien je dat wel, hij en, vaak gezien. want, Veerke Toebroek, weet je Ja, wel? ja, ja. Veerke Toebroek. Maar niet zozeer. En Ja. Turpijn is eigenlijk van Oost-Java, Ja, strabbaar, ja. en de anderen zijn meer van West-Java en Klopt, ja, klopt, Midden-Java. ja. Dus, en die afstand, dat is groot Dat hoor. is Nederland-Spanje. Nou, daarom is het groot. Ja, Dus, klopt, ja. ja, Ja, klopt. en die gurus van wat je nog al die foto's hebt, weet Ja. je. Ik denk Panitua de Dupulu. Ja. Ja, klopt. Nou, dat is Ja. allemaal Nou, na de oorlog. dat is ik, ja, naar de oorlog. Ja, toch? Ja, Nou, klopt. dat is nieuwe Ja, generatie. ja, De Puntjak is ook nieuwe generatie. Generatie, ja. Klopt. Want toen werd het verplicht, de Puntjak in school. Ja. Alle scholen moeten Puntjak in plaats van Ja, Olahraga, Puntjak moest maar ja. zo. Daarom is er zoveel Puntjakkers daar. Ja, klopt. Want die scholen die moeten open, omdat Ja, voor de oorlog werd ja. het verboden door Nederland. Ja. Ja, klopt. Begrijp je? Ja. En toevallig, ik zit ertussen, ik ben van 1940, Ja. ik zit ertussen. Ja. Begrijp je? Ja. Ja. Toen je naar Ja, Semarang gaat, ja. toen kwam ik eigenlijk pas met de Chinese kung fu in Kung aanraking. Tao, Kung Fu en zo. Ja. Ja, klopt. Ja, dat En is. toen ik hier kwam, ja, dat is allemaal Indo-Indo, weet je wel. Ja, Heb ik me altijd stilgehouden. Ik heb ja. nooit gezegd, ik heb dat gedaan, ik Ja. heb dat gedaan. Ik doe wel mee, Ja, weet je wel, enzovoort. Maar sommige goeroes, die zien je lopen of ja. doen en laten, zien ze wel dat je wat gedaan hebt, Klopt, weet je wel. ja. Daarom hebben ze die school ook aan mij gegeven. Ja.
klopt. Dus ja. Dat was de echte. Maar toen ben je vragen aan Wankie of je enzovoort. Ja. Zo van mij vragen. Ze hebben nooit geweten dat ik een tak gedaan heb. Ja. Ja, omdat Wankie ook van jonge generaties en zo. Hè? Ja, ja, weer een generatie van mijn zoon. Ja, ja, klopt. Begrijp je? Ja, ja, ja. Klopt. Ja, dat is weer anders. Anders, ja. Ja. Daarom is mijn verhalen. Ja. Is meer de isi van de Punjab, ja, ja. Daripada Saifas of Lanka. Ja, ja. Die gevechtsloop en zo. Die is er wel, weet je wel. Dat is schaduwgevechten. Ja, ja. Ja, ja. Is er wel. Maar ik ben eigenlijk die Masukin. Ik heb veel tot de dood gezien vechten. Ja, ja. Want dat was de overgang van Bersiap. Bersiap, ja, overgang, ja, overgang. Dus, en ik boele. Ja? Die hele die kamp. Ja, kamp, ja, ja, ja. Ja. Begrijp je? Direct, ja, ja. Ja, en deze met zijn elfen. Ja, ja. Nou, en mooie zusjes en mooie. Nou, ja. Bij Yang Inanya. Ja, ja. Begrijp je? Dus ik ben veel door de over en na gegaan. Ja. Ieder kampong als ik buiten ben, die krooi ook. Die krooi ook, die krooi ook. Ja, dat is precies in de revolutietijd. Juist. Ja. En toen zei mijn moeder, als de natuur jou niet wil helpen, ja. Moet de bovennatuurlijke je helpen. Ja. Weet je? Klopt, ja. Ja. Eerst naar de pastoor vragen. Ja, pastoor, wij hebben water, engel, water enzovoort, weet je wel. Ja? Ja, ja. Ja, en toen kom. Van de Punjab, van Padjanaidi enzovoort. Eigenlijk mogen we niet geven aan buitenlanders. Ja. Die zijn, wat een beetje zo boeren als jullie, hebben we nog nooit gedaan. Ja, ja. En die cultuur willen we gewoon in Indonesië houden. Ja, ja. Maar mijn moeder is een Soedanees. Ja, ja. En de Hive-families in Sumedang ook allemaal. In Sumedang, hè? Ook allemaal Tukang Hapatak, Dukun enzovoort. Ja, ja, ja. En, weet je wel, en Punjabkers. Toen heeft mijn moeder veel om hen gevraagd. Ja, ja. Oké. Ik denk dat Rudy, als wij het Rudy doen, is hij een van de vier die al gemandie is. Ja. Maar mijn moeder zei van,